Goedenavond, dit is De Duipte In. We wensen jullie allen de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het een mooi jaar mag worden. We blikken vanavond terug op de jaarwisseling. En dat doe ik samen met Hielke en Gert-Jan. Zoals Angelique al aangaf, gaan we terugkijken. En dat doen we met een aantal gasten. In de uitzending hebben we Johannes Koeman. Hij werkt voor de politie Stadskanaal. We spreken Jasse Ton, de burgemeester van Borger Odoorn. Ook spreken we Yvonne van Maastricht. Zij is de burgemeester van Stadskanaal. En namens de brandweer in Stadskanaal spreken we Christian Scheven en Danny Gaasdam. Die volgt het nieuws in onze regio. En ik blik samen met jullie terug op al het nieuws dat in de regio gebeurde tijdens de jaarwisseling. Maar eerst de landelijke cijfers. Kijk maar even mee. Dit zijn alle veiligheidsregio's van Nederland. En wat opvallend is, is dat in 18 van de 25 regio's minder incidenten gebeurd zijn. Dan kunnen we onder andere denken aan bijvoorbeeld Middelburg, Maastricht en Venlo. Daar is veel minder brandweer en politie nodig gehad dan normaal. Nog misschien wel opvallender, meer incidenten waren er in Groningen, Drenthe en Friesland. Onze regio dus. Hier moest de brandweer juist vaker uitrukken voor eventuele calamiteiten zoals buitenbrandjes. Overige regio's, zoals bijvoorbeeld daar zijn Alkmaar en Haarlem, daar was het ongeveer hetzelfde als in de jaarwisseling van 2019 op 2020. Het UMCG meldde overigens op Twitter, kijk maar even mee, dat ze maar één vuurwerkgewonde hadden hoeven te behandelen. Dat is vaak zo in ziekenhuizen. Dat was vaak maar één. Meestal ging het dan om oogletsel. Het RIVM meldde vandaag trouwens dat, kijk maar even mee, dit jaar 2/3 minder fijnstof was veroorzaakt door vuurwerk, door dat vuurwerkverbod. We kijken hier even naar 's nachts om 1 uur. Nou, je ziet dat hier in het midden van het land behoorlijk wat fijnstof aan het opkomen is. Dan gaan we naar 2 uur 's nachts. Nou, dan zie je de Randstad, daar is echt het meeste fijnstof. En hier valt het bijna mee. En dan gaan we naar 9 uur 's ochtends, dus op nieuwjaarsdag. Ja, je ziet bij Amsterdam nog een paar kleine puntjes hier in de Achterhoek ook nog. Maar voor de rest nauwelijks fijnstof. En dat had één heel erg groot voordeel, namelijk dit. Je kon prachtige foto's maken, zoals Gert-Jan. Jij maakt deze op nieuwjaarsdag. Ja, dat is helemaal correct. We gaan naar onze eerste gast, Johannes Koeman. Welkom in de uitzending namens de politie in Stadskanaal. Hoe kijken jullie terug op de nacht van 31 december op 1 januari? Ja, goedemiddag ook voor jullie. Van deze kant natuurlijk vanzelfsprekend de beste wensen voor het jaar 2021. Wij zijn eigenlijk wel erg blij met het verloop van de jaarwisseling. Er staan net even de cijfers in beeld dat in Groningen wel meer incidenten zijn geweest. Maar voor ons toch belangrijk om te kijken hoe zijn de incidenten die er zijn geweest, hoe zijn die verlopen. En dan kunnen we met een goed gevoel terugkijken. We zien een voorbereiding waar we eigenlijk de resultaten dan wel terugzien in de nacht. Maar het belangrijkste is toch het gedrag van de mensen zelf die die jaarwisseling door moeten maken. En vanzelfsprekend, er is vuurwerk geweest en er zijn momenten geweest dat je ziet dat wat meer personen bij elkaar zijn. Maar over de hele lijn zijn we erg blij met het verloop van deze jaarwisseling. Ja, u geeft zelf ook al aan, hè? Het ligt natuurlijk ook aan het gedrag van de mensen zelf. Is er ook veel contact geweest tussen de jongeren op straat en jullie, ook in de dag ervoor bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk de hele aanloop naar Oud en Nieuw toe is er veel contact. Hè? We proberen zelfsprekend goed beeld te krijgen van wat leeft er onder de jeugd, wat leeft er ook andere in de wijken op zich, zodat we goed voorbereid zijn. Het contact is er veelvuldig geweest in aanloop naar de jaarwisseling. Maar eigenlijk de nacht zelf is de jeugd heeft zich ook goed gedragen. We hebben geen bijzondere incidenten gehad en eigenlijk relatief weinig jeugd op straat gezien. Ja. En konden jullie ondanks de coronapandemie de bezetting ook goed op peil houden? Ja, dat was een uitdaging en dat was ook iets waar we in de aanloop natuurlijk naar de jaarwisseling, zowel hier lokaal als ook landelijk, toch wel best wel redelijk gespannen over waren. Hoe gaat dat eruit zien? Hoe zit het eventueel met besmettingen onder de medewerkers zelf? Maar uiteindelijk hebben we de bezetting op de been kunnen brengen die we, gelet op de prioriteiten voor dit jaar, dachten nodig te hebben. En het is gebleken dat het goed heeft uitgepakt, maar nogmaals, daarin ben ik ook afhankelijk van hoe gedraagt men zich op straat? Hoe houdt men zich aan de regels? Want op het moment dat daar grote afwijkingen in zijn, ja, dan zul je ook merken dat je capaciteit en de beschikbare mensen onder druk komt te staan. Maar we zijn erg blij met het verloop. Ja, kortom, eigenlijk kunnen jullie terugkijken, in ieder geval in onze regio, op een goed verlopen jaarwisseling.
Ja, dat kun je rustig stellen. Heel goed. Hey Johannes, dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. Goedenavond en welkom burgemeester Jan Seton van de gemeente Borgerdoorn. Ik neem aan dat we kunnen je nog even niet horen. Oké. Okay. Oh ja, inmiddels is dat opgelost. Ja, welkom. Ik neem aan dat er vanwege alle coronamaatregelen stevige voorbereidingen zijn geweest voor de jaarwisseling. Welke voorbereidingen zijn er getroffen en hoe kijkt u daarop terug? Ja, dat klopt. In de aanloop naar deze jaarwisseling, het was toch wel een bijzondere door corona en ook door het vuurwerkverbod, zijn er toch wel een paar scenario's langsgekomen. Van nou, stel dat dit of dat gebeurt, hoe gaan we daar dan mee om? En zo net kwam bezetting al even langs. En bijvoorbeeld als er op verschillende plekken ongeregeldheden zouden komen, hoe ga je dat dan doen met brandweer en met politie? En kan je dat dan bemensen? Mm-hmm. Nou, een andere scenario wat langs is geweest van ja, wat gebeurt er nou als mensen en masse het vuurwerkverbod negeren? En wat doet dat voor de druk op de ziekenhuizen? Nou, gelukkig hoorden we net al een getal waaruit is gebleken dat dat heel erg meeviel. Nou ja, en een laatste zorg die er was, dat zag je vooral ook in het Westen, dat het zou kunnen zijn dat groepen mensen zich tegen hulpverleners gaan keren, tegen politie, brandweer en ambulance, zodat die hun werk niet kunnen doen. Nou, die dingen zijn allemaal langsgekomen in de voorbereiding, maar in de praktijk hebben we die eigenlijk gelukkig niet gezien. Ja, dat is goed om te horen. En inderdaad wat u zegt, en er zijn weinig of eigenlijk geen vuurwerkslachtoffers geweest bij het ziekenhuis, Schepenziekenhuis in Emmen of het Ommelanden ziekenhuis. Nou, daar zijn wij heel blij mee. U noemde ook al even het vuurwerkverbod, want er was een vuurwerkverbod, maar toch is er best nog wel wat vuurwerk afgestoken. Hè? En wat was het plan met betrekking tot het handhaven van dit verbod? Ja, natuurlijk kan je voorspellen dat zo'n vuurwerkverbod wat nieuw is en ook nog eens in een coronatijd waarin mensen toch wel heel weinig kunnen doen, dat dat niet overal nageleefd zou worden. Waar we vooral rekening mee hielden is als er op grote schaal ongeregeldheden zouden ontstaan met vuurwerk. En daar was de politie ook goed op voorbereid, samen met brandweer en gemeentelijke diensten als dat nodig zou zijn. Kijk, je kan niet met de bezetting die we hebben op elke straathoek nagaan of daar al dan niet vuurwerk wordt afgestoken. Dus vandaar dat het is geconcentreerd op het grootschalig gebruik van vuurwerk. En natuurlijk hadden we in ons gebied ook nog het alternatief van het kabietschieten. Hoewel het heel klein moest, kon het nog wel. Ja, en er waren ook andere mooie alternatieven. Hè? De jongeren in Nieuwbuinen en omstreken die in plaats van kabietschieten gingen autoracen. Dus mensen zijn ook wel vindingrijk. Ja. Ja, er zijn wel wat dingen georganiseerd ook, hè, om met de jeugd bezig te gaan. Want er waren wat zorgen over hoe gaan jongeren nou om met de jaarwisseling. Ik zelf had daar niet zo'n last van of zoveel zorgen over. Hè. Maar bijvoorbeeld in Emmen, hè, ik val onder Emmen, Coevorden en Borgerdoorn qua politie. Ja. Dan maak je daar zorgen over en er zijn allerlei dingen georganiseerd. Wat ik zelf een heel leuk voorbeeld vond was dat je op verschillende plekken online FIFA-toernooien zag. Hè? Dat mensen gingen gamen en voetbal gingen spelen met FIFA 21. Ik heb zelf ook meegedaan. Ik wou dit zeggen, was voetbal niet zo'n succes, maar wel heel leuk om te doen. Ik heb het meegekregen inderdaad. En volgens mij was u om 12 uur middernacht ook op een bijzondere plek. Ja, dat had ook alles met corona te maken. Hè? Want ja, het is anders dan anders. En ik zou normaal gesproken bij al die kabietschieters langs zijn gegaan. Maar ja, als ik dat nu zou doen, dan zou dat direct al een overtreding opleveren. Dus dat kon nu niet. Maar we hebben meegedaan aan de landelijke actie om zoveel mogelijk kerkklokken te luiden. Om het oude jaar uit en het nieuwe jaar in te luiden. Nou, dus ik heb een kwartier lang de kerkklok in Borger geluid. En dat was ook heel erg leuk om te doen. Bijzonder, mooi. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Ja, en als we gaan kijken naar het aantal incidenten in Borgerdoorn, dan valt meteen iets op. Het is eigenlijk het braafste jongetje van de regio. Nauwelijks incidenten gemeld, laat ik het zo zeggen. Enkele vreugdevuurtjes uiteraard daar gelaten. En Angelique zei het net al even. Verschillende jongeren die dachten, nou, kabitschieten, dat kan altijd nog. We gaan even wat anders doen. We zijn namelijk gaan autocrossen met dit resultaat. En voor iedereen die nu denkt, hé, wat zonde van die auto's. Dit waren dus al sloopauto's. Die moesten dus eigenlijk al naar de sloop. Die gingen in 2021 al, hup, onder de hamer. En dan kun je beter maar even helemaal dit doen, al dus de organisatie. En inderdaad, vele van dit soort dingen werden georganiseerd. Er werden wel opgeroepen om niet te komen kijken. Vanwege de coronamaatregelen. Enkele mensen konden hun nieuwsgierigheid toch niet bedwingen. Kwamen kijken, maar allemaal op 1,5 meter. Dus daar is weinig te melden.
Welkom in de uitzending, burgemeester Yvonne van Maastricht, de burgemeester van Stadskanaal. Hoe kijkt u terug op de jaarwisseling in uw gemeente? Ja, goedemiddag inderdaad. Voor iedereen die kijkt naar RTV 1, hoewel het de 2 januari is, toch een heel mooi nieuwjaar gewenst. Daar maar even mee te beginnen. En eigenlijk ben ik best wel trots op hoe de jaarwisseling in Stadskanaal is verlopen. Trots op iedereen die gewerkt heeft in Stadskanaal. Trots op de jonge mensen in Stadskanaal die zich hebben gehouden, zoveel als mogelijk, aan alle maatregelen. En trots op al die families die het op een hele eigen manier gezellig hebben gemaakt, gewoon thuis. Dus trots overheerst. Ja, dat is ook wat u inderdaad ook kenbaar maakte direct naar Oud en Nieuw. U gaf het net zelf ook al even aan. Je kunt niet overal bij zijn. Er werd op sommige plekken wel veel vuurwerk afgestoken. Er waren ook wel diverse vreugdevuren. Werden deze dan op afstand ook gedoogd? Kunnen we het zo zien? Ja, kijk, je kunt op oudejaar, en dat zei de collega uit Borgen-Odoorn ook al, niet overal tegelijk zijn. Je bent verantwoordelijk voor zo'n hele jaarwisseling. Je moet overal tegelijk op letten. En dan heeft vuurwerk toch een net iets lagere prioriteit. Dus dat betekent dan dat je inderdaad moet kijken wat is het belangrijkste op dat moment. En het doel van het vuurwerkverbod was om de druk op de ziekenhuizen zoveel als mogelijk te beperken. En het is gelukt. Ja, dat is inderdaad, ik denk dat ook geldt voor de hele regio. Dan wil ik toch even naar de voorbereiding. De voorbereiding met alle partijen in de aanloop naar Oud en Nieuw. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, er is een hele, hele intensieve voorbereiding geweest. Omdat we van tevoren best verwachten dat er extra druk zou komen op deze jaarwisseling. Dus het jongerenwerk, de mensen van de gemeentewerken zijn er betrokken geweest. De politie natuurlijk, de brandweer. En dat is heel vlug en ook heel goed gegaan. Ook ondernemers bijvoorbeeld in Stadskanaal hebben heel hard meegewerkt. Want ondernemers die zijn van oudsher altijd heel intensief betrokken. Bijvoorbeeld Fox, de nachtclub in Stadskanaal, die trekt normaal ook andere cafés heel veel klanten. Nou ja, dat kon nu niet. Dus er is ook van hun kennis en know-how gebruik gemaakt om te kijken hoe kunnen we nu die jaarwisseling zo veilig mogelijk laten verlopen. En ik ben dan toch weer datzelfde woord trots. Ook op de manier waarop mensen elkaar makkelijk weten te vinden in Stadskanaal. We doen het echt samen in Stadskanaal. Ja, nou goed, het woord trots, u mag het inderdaad ook vaker benoemen. Het is ook een woord waar we op kunnen varen in een tijd van allerlei maatregelen. Dus u mag hem inderdaad toch zeker nog weer uitspreken wanneer hij voorbij komt. In deze voorbereiding, hè, zijn daar aspecten geweest waar jullie zo tevreden over zijn dat ze meegenomen kunnen worden naar een volgende jaarwisseling? Nou, die samenwerking die is altijd al in Stadskanaal. En eigenlijk hoop ik dat we nooit meer zo'n jaarwisseling tegemoet gaan als die we afgelopen jaar hebben gehad. We hebben natuurlijk heel erg beperkt maar van de karbietschiettraditie gebruik kunnen maken. Hè, mensen die van karbietschieten houden, die hebben echt een hele teleurstellende Oud en Nieuw gehad. Dus eigenlijk hoop ik dat we zo'n Oud en Nieuw nooit meer met elkaar meemaken. Maar we kunnen wel varen en op het vertrouwen dat we met elkaar heel veel kunnen. De ondernemersvereniging Stadskanaal heeft een online pubquiz georganiseerd. Nou, dat is echt van de nood een deugd gemaakt, maar die was echt een succes. En misschien is dat iets wat er volgend jaar, als alles weer een beetje normaal is, gewoon wel bovenop kan. Maar eigenlijk hoop ik nooit meer zo'n jaarwisseling mee te maken. Het is natuurlijk veel leuker om met elkaar op straat de buren te ontmoeten. Om met elkaar gezellige dingen te doen. En ja, dat ging gewoon dit jaar niet. Nee. We hoorden uw collega Janssen Ton het net al even zeggen. Die bevond zich tussen de klokken om 12 uur in de nacht. Waar was u, als ik vragen mag? Ik heb de oproep van de regering maar letterlijk genomen. Namelijk blijf thuis. Dus ik was thuis met mijn man. We hadden geen gasten, want het is lastig kiezen wie er dan wel en wie er dan niet mag komen. Dus ik ben met de telefoon onder de hand de hele nacht gewoon thuis gebleven. En heb gevolgd wat onze handhavers, onze politiemensen, onze brandweermensen hebben gedaan. Thuis. Burgemeester, ik dank u voor uw tijd. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Meenemen langs een paar hoogtepunten en langs een paar incidenten. We beginnen met een incident. Dat was al vrij vroeg om 12:30 's middags een brandje
bij een bankje bij de straat De Wilgen in het Stadskanaal aangestoken. Brandweer was gelukkig op tijd bij. Het zorgde wel voor een heleboel rookontwikkeling in de wijk Maarsveld. Hier dachten al heel veel mensen, oh, als dit alleen al de middag is, wat kunnen we wel 's nachts niet verwachten? Nou, gelukkig viel dat mee. Ga even naar het volgende. Ook in de middag oliebollen drukte. Namelijk de hele dag stonden mensen rijen dik voor de oliebollenkramen in niet alleen de regio, maar eigenlijk heel Nederland wel. Niet iedereen bakte ze thuis. Dus mensen gingen langs de kramen in de verschillende centra. En ja, gelukkig, het is redelijk 1,5 meter volgens mij. Dus ook dat is daar zonder al te veel incidenten verlopen. Dan kregen wij nog een melding 's avonds van een brand in de Oranjestraat. Een brand in een huis zijn. Dit ging gelukkig om loos alarm. Waarschijnlijk een vuurton in een van de tuinen. Dus dat is gelukkig niet gebeurd. Dan, 12 uur. Heel veel mensen gingen naar buiten dachten, wat kunnen we wel niet verwachten? Nou, er werd wel vuurwerk afgestoken, zoals op deze beeld te zien is vanuit de Overijsselslaan. Ja, en zo was het in heel veel plekken te zien. Ik was zelf in Musselknaal trouwens en daar viel het behoorlijk mee. En dan, ja, nieuwjaarsdag. Ja, we zien het eigenlijk elk jaar wel, maar ik moet toch even laten zien. Kijk maar mee. Toch weer vernieling, ook in Stadskanaal. Hier was het bushokje bij de Europalaan en ook bij de Albert Heijn in het centrum van Stadskanaal werd het hokje van de winkelwagentjes opgeblazen. Ja, het is niet altijd fijn, maar gelukkig viel het dit jaar nog redelijk mee. Welkom Christian Scheven van de brandweer in Stadskanaal. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoe is de jaarwisseling verlopen voor jullie bij de brandweer? Ja, op voorhand kun je natuurlijk een hele moeilijke inschatting maken van wat gaan we deze jaarwisseling tegemoet. Mensen hebben te maken met coronamaatregelen, mensen hebben te maken met het vuurwerkverbod. Dus je leest in de landelijke media natuurlijk ook de nodige berichten over geweld richting hulpverleners. Hè. Hoe gaat het hier uitpakken? Maar ik kan terugkijken op een ontzettend rustig verlopen jaarwisseling vanuit de brandweer gezien. Dat is mooi. En je zei het zojuist al even, hè? Geweld richting hulpverleners. Hoe is dat geweest hier in onze omgeving? Hebben jullie je werk goed kunnen uitvoeren? Ja, we hebben het ontzettend rustig gehad qua aantal meldingen. En ook tijdens de meldingen zelf geen enkel onvertogen woord richting ons. Geen agressie, geen vuurwerk wat gegooid is. Eigenlijk alleen maar zwaaiende mensen zelfs. Dus een dikke thumbs up voor Stadskanaal. Echt... Wauw, perfect gedaan. Dat is mooi. En je zei zojuist al even, veel minder uitgerukt dan de jaren daarvoor. Hoe vaak hebben jullie moeten uitrukken? Nou, wat Hielke net al aangaf, 's middags was de eerste melding al. En dan bereid je je toch al voor. In je hoofd gaat het dan toch wel spoken van, het kon een hele drukke dag gaan worden. Yeah. Dat bleek de eerste van maar liefst 3 meldingen te zijn. Wauw. Nou, dat viel reuze mee. Dat is goed om te horen, inderdaad. Ja. En ik hoor je ook zeggen, de sfeer was goed te plaatsen. Ja, absoluut. Ja. We hebben een buitenbrandje gehad en dat viel eigenlijk best wel mee. En dan in overleg met de politie en de bewoners, dan zorg je dat het gewoon netjes blijft verlopen. Hoe bereid je je ook voor met elkaar, hè, op zoiets? Want je zegt al bij zo'n eerste melding, denk je, wow, wat gaat dit betekenen voor de rest van de nacht? Ja, voorbereiden kun je niet. Je weet niet wat er komen gaat. Hè. Er komt natuurlijk inderdaad een melding van een woningbrand, dat achteraf dan een loos alarm blijkt te zijn. Maar je kunt van tevoren nooit inschatten wat voor meldingen komen, hoeveel meldingen komen er. We waren met een ploeg van 15 man paraat en uiteindelijk heeft de helft ervan lekker thuis kunnen blijven met oud en nieuw. Ja, dat is goed om te horen. Ik wil je bedanken voor je tijd en ik hoop dat we het volgend jaar weer zulke goede berichten hebben. Ik ook. Ja, en dan Veendam, de laatste gemeente van onze regio. Ook daar waren enkele incidenten, maar ook hoogtepunten te melden. Zoals we hier zien, kijk maar even mee. Om 12:30 al een brandje in een speeltuin in de Frans Spiekanstraat. Daar werd een vreugdevuur gebouwd, tot 2 keer toe zelfs. Dus, maar gelukkig was de brandweer er op tijd bij weinig schade kunnen veroorzaken. Dan gaan we doen naar iets leukers. Een oliebollen walkthrough. Dat was de hele middag in de Kerkstraat van Veendam. Mensen konden daar naar binnen lopen, hun oliebollen kopen en snel weer door. Dus dat is alles voor de coronamaatregelen. Dan, 's avonds, burgemeester Sipke Zwierstra. Die trakteerde de lokale politie op oliebollen. Ook weer 1,5 meter mondkapjes. Dit hebben de wijkagenten van de politie op Instagram gezet. Met daarbij dat ze heel erg blij waren. En ze zijn ook alweer op, zeiden ze. Dus dat is snel gegaan. Dan, nieuwjaarsdag. Je zou denken, nou dan zijn we klaar. Is brandweer, hoeft niet zoveel meer te doen. Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk maar,
Een brand in de Molenstreek, ook weer een vreugdevuur die daar bij de brug werd opgebouwd. Dus ook de brandweer had op Nieuwjaarsdag in Veendam nog wat te doen. Welkom Danny Gazendam. Jij volgt ons nieuws in de regio, onder andere als 112-fotograaf. Wat heb jij vast kunnen leggen met de jaarwisseling? Nou, het viel me eigenlijk op dat het behoorlijk rustig is geweest. In ieder geval in de aanloop naar 12 uur. Normaal ga ik altijd zelf ook de meldingen bij af om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Maar ik moet zeggen, ik ben eigenlijk de hele avond bijna alleen maar thuis geweest. En dat is op zich natuurlijk niet erg. Ik heb natuurlijk ook familie thuis. Maar met oude nieuws is het toch altijd spannend wat er altijd gaat gebeuren. En vooral dit jaar natuurlijk, vanwege de corona en het vuurwerkverbod. Wat er allemaal stond te gebeuren. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het eigenlijk heel erg rustig is geweest in mijn omgeving. Ja, nou ja, het beeld wat jij dus hebt ervaren is ook, hè, wat zojuist de brandweer al zei en wat de politie zei. Hoe vaak ben je nog op pad gegaan? Ik denk al met al voor 12 uur aan ongeveer een keer of 5, 6. En dat waren echt voor hele kleine dingetjes. Dat waren gewoon voor vreugdevuurtjes. En na 12 uur heb ik ook alles nauwlettend in de gaten gehouden. En ik ben denk ik 3 keer eruit geweest. Oké. En hoe was de sfeer te plaatsen? Sorry, kun je de vraag nog eens herhalen? Jazeker. Hoe was de sfeer te plaatsen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, de eerste half uur na 12 uur was er eigenlijk, net als gebruikelijk, eigenlijk alleen maar heel veel vuurwerk te horen. Alleen, er waren eigenlijk bijna geen mensen op straat, tenminste bij mij in de omgeving. En als ik dan een melding kreeg en ik reed er ook op af, dan moet ik zeggen dat het eigenlijk heel erg rustig was op straat. Her en der stonden er wel wat mensen buiten om een vuurton heen. Maar voor de rest, geen grimmige sfeer, helemaal niks. Ook tijdens het blussen van de brandjes die ik heb gezien, helemaal niks aan de hand. Er waren bijna geen mensen op straat. Dus jij hebt je werk onder rustige omstandigheden gewoon kunnen uitvoeren? Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt. Mooi, mooi. Het is een breed beeld wat gedragen wordt als we zo van alle partijen horen hoe het is ervaren. Ja, absoluut. Ja, en ik denk wel dat inderdaad de oproep om thuis te blijven of binnen te blijven en met het vuurwerkverbod erbij, dat toch wel heeft bijgedragen aan hoe het afgelopen oud en nieuw is gegaan. Ja, nou, helemaal mee eens. Ik denk inderdaad, hè, zoals de burgemeester van Stadsknallen zei, dat we trots kunnen zijn op ons allen, dat het ons gelukt is om dat op deze manier vorm te geven. Danny, dankjewel voor je tijd en tot ziens. Geen probleem, fijne dag verder. Tot ziens. Dit was De Duipte In, met een terugblik op onze jaarwisseling hier in de regio. Wij danken onze gasten voor hun aanwezigheid en we danken u voor het kijken. Namens RTV1 wens ik u een goed en gezond 2021 toe.